Ik maak sieraden van afgedankte materialen. En dat kan zijn van oude sieraden of van dingen die ik hier op het Upcycle Centrum vind. Ik duik in de bakken soms boven op zoek naar nieuwe materialen, nieuwe schatten. En soms vind je wel sieraden boven die vreemd genoeg weggegooid zijn gewoon. Maar ook maak ik gebruik van elektronica, oude kabels. Die strip ik en daar gebruik ik het koper van opnieuw. Gaat nu een dame in Almere. Hey, dat zijn mijn oude sieraden. Ik kwam op het idee om sieraden te maken van oude materialen, omdat we ondertussen zoveel goud en zilver gedolven hebben dat we het eind in zicht hebben. Er komt kinderarbeid bij kijken, slechte arbeidsomstandigheden voor de mensen die in de mijnen werken. Ja, ik dacht ik ga het anders doen. Ik wil dit niet meer. En ik heb nagedacht over hoe ga ik dat dan aanpakken. En toen kwam ik erop uit dat met oude sieraden en andere materialen die gewoon te vinden zijn, omdat ze afgedankt worden, weggegooid worden, je prima nieuwe dingen kan maken. Ik kan niet alles omtoveren tot een nieuw sieraad, maar sieraden die gemaakt zijn van zilver of sieraden die gemaakt zijn van goud, die zijn heel goed her te gebruiken. Soms is het helemaal vloeibaar en dan kan ik het schieten. Mijn passie voor het maken van sieraden is vooral dat mensen ontzettend blij worden als er iets specifiek voor hun gemaakt is.